Meisen. Mais. Mais. Ik ga nu naar Tania Vrij Studio lekker mijn nagels doen. Handen en voeten. Dus dan ben ik kant en klaar voor een glamorous bevalling. Geintje. Maar wel een lekker idee dat die eventjes helemaal opgefrist zijn. En even kijken wat voor toffe kleuren ze heeft. Dus ik ga die kant op. Daarna ga ik een tukje doen. En dan komt Gijske bij mij op bezoek. Dus daar heb ik ook zin in. Doei! Moet die hele trap omhoog, hè? Dat had ook geen week later gemoeten, jongens. Ik kan bijna niet meer lopen. Jij er mooi uit, jong. Hey. Oh, ik zeg net, had geen week later gemoeten dit. Nee, ik had ik niet meer een overtocht kunnen maken. Hm? Nou ja, gewoon, dan kom ik ook nog eens buiten. Ik zit alleen maar binnen natuurlijk, hè. Ja, ik kom nergens meer. Dus ik denk alleen maar, ook op een uitje. Hoe is die hier? Ja, goed. Ja? Ja. Ik vind het heel mooi die kleur, zeg. Oh, tof, hè? Prachtig. Nou, je gaat het nu geloven. Ik heb het bij de Kosters gekocht. Waar zit dat? Ik was in Zaandam. Oh ja, kijk, dat ben je niet in Amsterdam, toch? Ja, alleen in de Palmer. Maar ik ga wel in de Palmer. Ja, dat kan maar niet. Pracht, alle drie beeldschoon, echt mijn kleuren. Dus die? Heel mooi, maar die wil ik denk ik op mijn tenen. Oké. Okay. En die op mijn handen. Nou, wat goed weer. Goed nieuw, lekker. Heel mooi. Ja, hè? Het is een heel mooi kleurtje dit. Ja, vind ik ook. Weet je... Maar hij is veel zachter nog dan ik dacht. Dat vind ik juist goed. Ja, maar wat ik zo leuk vind van de gelbottle is dat ze ook hun zachte kleuren zijn nog wel heel fris. Fris. Daar zit wit in. Ja. Ja, daarom hou ik ervan. Het heeft een witte ondertoon. Ja, het is bijna wit, maar dan met een hele licht... Ja, heel mooi, thanks. Nou. I don't know what's going on. I hope I'm on your mind. Your mind. I've got 70,000 friends, so I guess they'll be alright. Je ziet ook mooi bij elkaar. Nice, ja, heel nice. I know someday we could finally be friends without risk of falling. Mag ik mijn cadeau ook op beeld laten zien? Ja, natuurlijk. Kijk, Gijske is er. Hi. Maar ik had dit gekregen omdat ik jarig was en omdat ik moeder was. Nou, je wordt moeder en dan is het gewoon heel belangrijk dat je er goed uitziet. Maar kijk wat ik heb gekregen. Jullie weten nu al. Ik kreeg veel vragen daarna, hè? Ik zag het. Ja, dus het werd goed, het scoorde goed, jouw bril. Het is ook gewoon echt een mooie is precies bril. Dezelfde als jij, toch? Ja. Kijk, hoe beeldschoon. Ik knap er ook meteen van op. Ja. Zonder met dat grauwe. Maar luister, kijk, dat is het hele ding. Je krijgt altijd allemaal dingen voor de baby. En dat is hartstikke leuk. Maar die baby heeft genoeg. Ja, nu is het echt klaar met die baby. Het gaat nu kijk, ik kan wel all black met mijn stroller dan gaan. Dan gaan die kleuren weer weg. Dat hebben we dan wel weer gezien. Oh, is dit zwart met oranje ook dat heel vet. Dat komt er ook vooral bij. Ja. Met lila. Ja. Staat je heel goed. Thanks. Ja, kunnen we ook twinnen nu, hè, Gijsie? Huh? Twinnen. Ja. Samen een foto nemen, niet nu, maar na de bevalling. Als het vocht uit mijn, uit mijn hoofd. Nou, ik zal je vertellen, toen ik dus een week voor mijn bevalling, vond ik mezelf dus zo zielig, dat ik vond dat ik wat voor mezelf mocht kopen. Ja. Oh, dat is grappig, want ik heb dus ook voor mezelf een zonnebril gekocht toen ik ging bevallen. Wow. Blijkbaar toen, het was dus bevallen en een week later viel die bril gewoon van mijn hoofd. Want mijn hoofd was gewoon weer twee keer zo klein. Dat is die de bril clue. Was gewoon veel te groot. Ja. Ja, nou, dat en dus, om met die noot sluiten we af. Zo'n voordeel. Maar ja, goed, die heb ik dus ook nog liggen. Ja? Maar die kan niet meer. Nou, die valt gewoon. Nee, nou ja, al die brillen als ik dat terugzie, dan denk ik, hè, was dit mogelijk? Dit is heel erg up-to-date. Dankjewel, Gijsie. Alsjeblieft. Doei. Doei.
Morning. We zijn aan het ontbijtje maken. Ik ben niet helemaal rond, maar wel poofy worden ze al. En Richie is dit aan mij. Morning. Ja, lekker. Het is zon, het is zaterdagochtend. Time to let you go without hesitation. Hesitation. I don't know what I want. I don't know what I need. But I feel a loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want. I don't know what I need. But I feel there's something missing. Someone's missing me. Dit maar weer. Het eeuwige peksken. Maar ik ben zo blij dat ik dit toen heb gekocht. Want ik dacht, is het nou een beetje dubbel op? Maar hij zit nog steeds zo goed. Ja, heel erg blij mee. Ik ga nu lekker kringlopen met Richie. Dus het is zaterdagochtend. We hebben Green Wheels. En we gaan naar Castricum. Daar zitten twee kringloopwinkels. En we gaan kijken voor een kastje tafeltje in de gang. Voor als je binnenkomt. Want daar is het nu altijd een beetje... Alles hangt daar maar rond. Maar... is geen plek om iets neer te leggen of op te bergen. Daarna ga ik lekker de rest van de dag chillen, want het wordt echt heel zwaar nu, jongens. Alles doet pijn. Pijn. Ja, alles doet pijn. Oké, doei. Neem natuurlijk ook gewoon lekkere tijd als ze in de kringloop zijn. Dus we gokten het er maar op om weg te gaan en dan gaan we bij die andere kijken. Oh jongens, ons hele kringloopuitje valt nu toe in het water. Maar we zijn wel even bij dat leuke bakkertje geweest. Maar daar zie je Anemoon, dus die tweede kringloop. Maar dat is eigenlijk gewoon een kledingzaak met vrij nieuwe tweedehands kleding. En daar heb ik nu gewoon geen zin in, want ik pas toch niks. Ja, don't fit in any of those clothes. So. I don't feel like shopping there. Now maybe we can look up another one on the way home. Yeah. We don't give up. On your mind. I've got 70,000 friends. So I guess I'll be alright. Be alright. I know someday. Like this. It's cool. Rough leather, you know? But the length could have been all the way to the floor. Yeah. Super wrong. It has something, right? Yeah. It's the 2000 look. Yeah, tons of character. Yeah. Deze schoenen, die shoes. I think they're also classics. The red, blue and white. They're too small. Come, Mamsie. You right? Yeah, I'm right, thanks. Wow. Let's eat. Why don't cut him? Oh, I that's not real beer. Not from underneath with the chin, thank you. We gaan even Joe, I let you hang. Which city we are? Which village are we? I don't know, we should be near the pole below Geraan. We could finally be friends. With our risk of falling. From the
falling in love again. And I feel now it is time to let you go. Without hesitation, hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need. But I feel a loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want, I don't know what I need. But I feel there's something missing, someone's missing me. I don't know if what we had was just a waste of time. Stacy, kijk, wij zijn echt vol in de maquillage en het haar. Het is zondagochtend, we hebben hier een fotoshoot set gebouwd. Dus we hebben de tafel hier naartoe geschoven. By the way, dit is het allerlaatste wat ik doe, hè, jongens, want ik kan niet meer. Het is echt nu nog precies 2 weken voordat ik ben uitgerekend. En ik kan niet meer. Ik heb geen kracht meer. Ik last van mijn bekken. Gewoon kapot. Maar Brit komt zo. Jullie kennen Brit natuurlijk van eerdere shoots. En wij gaan altijd kringlopen. En die gaat een paar foto's, denk 3 foto's van ons maken, hoogzwanger. Als koppel. Dus dat vind ik nog heel erg leuk om even vast te leggen. En daarna ga ik helemaal zo in mijn bubbel. Mijn cocoon. Maar goed, dus we doen 3 outfits. Ik denk eerst dit grijze met die belly eruit hangend op die couch. We hebben net een testfotootje gemaakt. En dan gaat Richie daar bij mijn voeteinde staan met 1 knie op die leuning. En Brit maakt dus foto's voor allerlei verschillende dingen. Dus veel fashion. Nu dus dan een baby belly shoot. Maar goed, we maken het wel fashionable. En zij vindt het heel erg leuk om met verschillende mensen te werken. Dus als je zelf ook een keer een idee hebt voor een fotoshoot. Want dat vind ik zo leuk aan haar. Is dat mijn ideeën ook welkom zijn. En haar eigen kennis natuurlijk als fotograaf. En dat samen wordt dan vaak heel cool. Daar is ze. Hey, good morning. Wat gaan wij met die flits doen? Wat was het idee daarachter? Ja, volle frontale flits, dus we gaan eigenlijk een beetje voor een wat andere look, hè? Ja. Dus dat je vaak ziet bij babyfoto's, maar dat vind ik wel juist leuk. Ja, wij hebben stoer, ruige foto's en niet te romantic en cozy en schattig. Nee, dat, ik denk ook niet dat het bij jou echt past ook. Nee, en ik wil ze heel graag op Insta posten, maar misschien ook wel gewoon in de slaapkamer of zo ophangen. En jij gaat ze ook posten, of niet? Dat zou heel leuk zijn als je dat doet, ja. Als ze zo mooi genoeg zijn. Zeker. Allemaal dingen die Brit de laatste tijd heeft geschoten. Oh ja, deze shoot. Roze, ja, leuk. ASOS. Mijn favo. Dat is ook weer ASOS of iets rood of zo, ja. Ja, een keer vintage. Oh ja. Ga je de eerste houding aannemen die je bij hadden bedacht? Ja. Nee. Shoes off? Nee. Are you going to smile or are you going to go neutral? I need more space, wait. Outfit nummer 3 al. We gaan als een speer. En ik ga in beeld laten zien. Ja, kijk, dan krijg je dit weer. Wat het eindresultaat is. Red jij dat? Je hebt een week. Oh ja, dat red ik. Oh, dat redt ze. Leuk. Ik ga ook hier eens laten zien hoe het is geworden. Jij, elke keer als wij shoot deden, moest jij binnen een week het eindresultaat af hebben. Ah nee, dat komt goed. Nee.
ik doe weer een boodschappenshoplog na maanden. Richie heeft alvast beschuitjes gekocht. We're sending to your mom and dad, right? Ja. You want it in the vlog or not? You can know? Yeah, well, let's see if they watch, eh? Witlof voor de welbekende witlofsalade. Appels. Gaan lekker in de fruitmand erover. Roomboter, because we're washing out cholesterol. Mushrooms. Oh, deze kon ik niet weerstaan. Die stond daar opeens. Heerlijk. Tandpasta. Kikkererwten. Runde gegaat. Muesli. Cassis en framboos. Bloemkool. Ja. Biota taartje. Limoenen. Citroenen. Roomboter. Yogurty. What do you call yogurt? Yoghurt. Yoghurt. Makes sense. Oh, now we do! Yes, I know a great thing to do. You say the word in Dutch. Brood. No, you want to? Brood. Yeah, I thought so. Corn. Maizen. Yeah. Mais. That would be beschuit natural. Beschuit. Met schadeerlijke. Oh, chips. Yeah. And then we say, and everyone says chips, except for my dad saying chips. Try to be correct. Chocomel? Yeah, deze. Komkommer? Yeah. This is, you know, Dutch words. Yoghurt? Ja, min of meer. Dit is bananen. Ja. Kijk, Erwten. Hij heeft het goed gedaan, hè? Dankjewel, Mappie. Welkom. Doei.